stel je wordt verliefd op Kelly. Ja. Ja, maar op een gegeven moment wil ik toch met elkaar naar bed. Ja, maar goed. Ja, goed. Ik kan alleen voor mezelf spreken, maar verliefd worden doe je ook op iemand waarvan je denkt, ja. Nou, die vind ik, en dat, in dit geval lijkt dit uitgesloten. En de nachtwacht hangt weer op zijn oude... Maar ik denk ook dat het wederzijds is trouwens, wat dat betreft. De nachtwachtzaal van het Rijksmuseum in Amsterdam. Tijdens een minutieus uitgevoerde operatie werd het wereldberoemde schilderij van Rembrandt gisteren verplaatst van de Philipsvleugel naar het hoofdgebouw. Daar kunnen bezoekers het doek na de heropening van het vernieuwde Rijksmuseum op 13 april weer bewonderen. Hebben jullie het gezien? Ja, ik zag het door één foto's. Ik denk dat het er niet in zat. Je denkt dat het er niet in zat? Nee. Dat dacht ik namelijk. Dat is gewoon namelijk, dit is een ontzettende goede publiciteit. Je gaat dat ding toch niet met een karretje over de weg rollen. Met dit weer? Met dit weer. Het is met de oostenwind. Dat is natuurlijk helemaal ingepakt, dat ding. Ja, maar dan kan het doek van Rijn niet tegen. Kan van Rijn niet tegen, zeg je. Als een Stradivarius al geloof ik 26 uur op... Die trekt de kom naar 72. Oh, je denkt dat het echt een publiciteit is? Ja, het zou kunnen. Maar dat ding, waar is dat ding dan? Die heeft gewoon ik denk dat hij al lang daar, die heeft gewoon daar in een berging gestaan. Nee, tuurlijk. Die hebben ze gewoon opgerold met zo'n rood stikje eromheen. Ik denk dat dat ding... Dan is het een heel geslaagde publiciteitsstunt. Ja. Zo kan je het ook zeggen natuurlijk, mensen. Mochten er overigens nog mensen een Top 40 Classic willen aanvragen, dan kan dat op 5380. En dat kost 2 euro.